In aanloop naar Feyenoord Eagles gaan we terug naar de thuiswedstrijd van oktober. En dat doen we met de speciale verslaggevers Xander Houtkoop en Yarchinio Antonia. Dankjewel Rob, de wedstrijd staat op het punt van het beginnen. Laten we overschakelen naar de wedstrijd Go Eagles tegen Feyenoord. Zo, eerste 10 minuten was niet veel aan hier in de Adelaars Horst. Nee, we slaan direct door naar een crosspas van Bart Smit. Bart Vriends. Antonia zet geen druk op de bal. Armenteros naar Pelle. Armenteros door op. Daar gaat hij. Ja, 1-0. Doek Smit, kan niet anders. Wat doet hij nou? Wie is dat? Sandro's gek. Wat een kan redding. Kan hem zo afleggen op Immers. Maar gaat voor zichzelf. Ja, heeft hij last van zijn hoofd. Wat heeft hij nou? Zit hij met zijn lenzen? Zo. Maar zijn lenzen is eruit. Ja. Nou, moet hij maar een bril opdoen. De Vrij. Ja, dat zag je aankomen. Ja. Missen ze een belangrijke speler daarachterin. Ja, kijk eens. Je bent veel te laat, jongen. Komt hij op zijn dode gemakkie weer het veld in. Ja, je staat 1-0 achter, jongen. Slecht verdedigd. Kijk eens. Mag ik een naam noemen? Nee, nog geen naam. Nee, moet je niet doen, joh. Nee. Ja, kan je achter de feiten aanlopen. Hier. Antonia. Ja, Antonia. Weer doken. Boetius. Ja, 2-0. Nee. Boetius, wat doe je nou, jongen? Nee. Jongen, ja. Nou, dat was wel een dat kans. Zie je. Dat jonkie, och. Antonia, buitenkantje. Buitenkant, ja, dat moet je niet doen, jongen. Dat moet je niet doen. Nelom, naar Vilena naar. De Vrij. Hoppa. Heel Vrij. Er is wat loopacties aan de rechterkant van Feyenoord. De Vrij, crosspaas op. Natuurlijk, Pelle. Pelle, ja, immers op. Oh, Doken, dat zag je aankomen. Doelpunt 2. Nee! Boetius, hoeveel kansen heb je nodig, jongen? Doken Smit is hem helemaal kwijt. Ja, zeg dat wel, ja. Kan je klagen, maar je moet hem gewoon erin schieten. Ja, zit hij weer aan zo. Ja. Nou, jezelf te danken. Oh! Gaat weer zijn lens. Show. Ik denk niet alleen zijn lens. Ik denk ze. Hele oogkast volgens mij. Wie was dat? Filena. Ja, daar oog. Moet je niet tegenaan botsen, jongen. Filena heeft geen ergens last van. Zo. Dat is niet zo best. Nou, laten we de herhaling. Kolder. Zo, dat hebben ze snel gedaan. Zo, Mike Tyson. Jongen. Zou je niet spinnen blijven? Ja, Kolder. Tweede helft. Vlees 1-0 voor Feyenoord. Doken Smit. Nou, het moet wel beter de tweede helft. Overgoor naar Lamboy. Lamboy draait. Oh, dat doet hij goed. Lamboy. Nou, wie speelt hij? Wie is daar? Schenk. Komt over. Schenk. En dat is Mahuna. Oh, dat is Mahuna aan mijn voor? Mahuna. Gaat hij weer hoor, ja, met die reuze stappen van hem. Hij blijft maar dribbelen. Hij schiet. Goal! Mahuna, Hij gaat naar. Ja, naar de trainer. Nee. Ja, ja. Wat een doelpunt. Kijk eens. Een hele linkerkant. Ze durven hem niet aan te pakken. Ja, die jongen van 2 meter. Dat doe je niet. Oh, wat een doelpunt. Het hele stadion gaat helemaal uit zijn dak. Prachtig. En nu weet je van Feyenoord, ja, die kunnen het nog moeilijk krijgen. Dat weten ze nog wel een paar jaar geleden. Corner van Eagles. Godé. Wie is daar? Kolder! Oh ja, natuurlijk. Ja. Dat ziet hij niet met dat oog. Ja. Dat kan hij niet zien. Wie dekt hem nou? Jongen. Komt die Omatis in die. Oh. Dribbelt in. Daar gaat het. Ja. Nee, dit ziet er niet goed uit. Ja. Hens! Scheids! Hensbal! Hey! Hallo! Ja. Heel leuk klaar. Ja, Ron ziet dat wel. Ja, dat is gewoon Hens, scheids. Ik snap er helemaal niks van. Daar haal je toch in. Dat was duidelijk Hens. Immers haalt daar gewoon zijn voordeel uit. Slecht gedekt. Even goed kijken. Schenk is hem kwijt. Helemaal kwijt. Kijk! Hij tikt hem gewoon met zijn hand. Hij tikt hem met zijn hand mee. Anders gaat die bal gewoon naar mij voor. Nee, dit is belachelijk. Dit doelpunt had niet geteld mogen worden. Ongelukkig, kijk, huppa, Hens. Ja, en daardoor wordt het voor Rome ook heel moeilijk. Vrije trap van de Linde dan. Oh nee, Skolder. Kijk naar de muur. Kijk naar Lamboy. Man is Skolder. Goal! Ja, ja! Man is Skolder! En de nergste man! Man is Skolder! Van Deventer! Je zou denken, die speelt niet meer. Die komt niet meer het veld op met zo'n oog. Man is Skolder, kijk eens. Het bloedt nog. Jongen. De herhaling, Kolder, kijk. Ja, prachtig. Mooier kon hij. Kijk, Lamboy. Die duwt even die muur van Feyenoord opzij. Jongen. Ja, prachtig. Kijk, ze is losgaan daar. Dat publiek, die weten, dit wordt gewoon een 2-2. Ja. Nee, dit maakt Feyenoord niet meer goed. Ja, daar sta je dan. Ja, sta je nog met je parapluutje. En de wedstrijd afgelopen. Wat een wedstrijd, dames en heren. Jongen. Ik ben blij met het punt. Prachtig mooie wedstrijd hier in de Adelaars Horst. De held van Deventer. De grote held. Ja, Klaasie. Ik heb er helemaal niks van. Oh man, wat een wedstrijd. Prachtig. Dames en heren,
2-2, Goat Eagles Feyenoord. De held van Deventer, Marnix Kolber.